Wel, er is een voorgeschiedenis, la préhistoire, en is de geschiedenis. Hè. Ik ga de voorgeschiedenis niet gaan tot Joseph Plateau, die de uitvinder is van de tekenfilm. Hè. Professor op de Universiteit van Gent, zoals je weet. Hè. Maar ik ga toch wel terugkeren naar de oorlogsjaren. In 1943 was er een, hoe zou ik zeggen, een atelier tekenfilm. Nou, dat is een vrij atelier en ik denk dat er maar één student was en één docent. De docent was Valère de Moor. Ik denk dat hij professor was in kunstgeschiedenis. En de student was een zekere Plaat ter Stultjens. Stultjes ter Platen. Dat was een ast. Nee, het is een Hollander. Stultjes ter Platen. En zij hebben samen een korte film gemaakt, een publicitaire film over de sigaretten. Men maakte toen nog op de academie publiciteit voor de sigaretten en nu mogen ze niet meer roken. Hè. En dan toen ik zelf professor werd op de academie in 1960, was ik dus docent in de afdeling sierkunsten. En mijn hoop was van toch een afdeling te kunnen stichten. En 2 jaar later, dat was geloof ik in 63 denk ik, kreeg ik de gelegenheid. Mijn collega's, docenten, die zeiden, kijk, wij krijgen de gelegenheid om een expositie van de elektriciteitsdiensten van de stad Gent te belichten, daglicht te stellen. We gaan dus een tentoonstelling inrichten. En zo niet het moment zijn dat jij met enkele studenten een tekenfilmpje maakt. Ik zei, natuurlijk, ik ben heel blij. En ik heb dus een spoedcursus gegeven aan een 5-tal studenten uit de afdeling sierkunsten. En we hebben een filmpje gemaakt over de elektriciteitsperikelen. En dat is gespeeld geweest, publiek dus, in de expositie. De stad Gent was heel enthousiast. De directeur uiteraard ook, dat was Georges Bonting, architect Georges Bonting, was zeer enthousiast over de zaak. En op een dag kwam hij binnen in de klas en hij riep mij afzonderlijk, zou je bereid zijn om een afdeling te stichten? Ik zeg, ja, directeur, met veel genoeg. Dus ik was erin geslaagd van mijn droom te zien verwezenlijken. En het was zo dat wij ergens bleven, als een onlangse bleef van de afdeling sierkunsten. De studenten die bij mij kwamen, waren gediplomeerden uit de afdeling sierkunsten. Dat was een post-academische leergang. En ik heb er 5 gehad. En die zijn dus enkele jaren gebleven. En dan is die grote omwenteling gebeurd op de academie. Dus alle afdelingen moesten 4 jaar zijn hoger niet-universitair onderwijs. En afdeling animatiefilm kreeg dus een autonome zelfstandigheid. Dus wij hingen niet meer af van de afdeling sierkunst, maar we werden autonoom. En dan zijn we voorop vertrokken. Maar wij waren dus de allereerste school in Europa die dus animatiefilm aanleerde. Mogen wij 2 secondetjes storen? Hoe is het, jongen? Hij zou hier wel iets kunnen filmen. Ja. Kan er niet meer licht gegeven worden? Niet? Het is toch beter, hè? Ja, dank u. Kijk, dit lokaal hier is het allereerste lokaal dat dus opgericht is geweest voor de animatiefilmafdeling. En je ziet dus de vorm van de muren daar, dat is precies gemaakt geweest voor de klankopname. Ook dat schuin dak, hè, en de isolatie is allemaal gemaakt geweest in functie van de klankopname. Dat was dus het allereerste, hier waren dus de eerste studenten aanwezig toen de afdeling gesticht is geweest. Met veel enthousiasme ben ik dus begonnen met dat eerste jaar animatiefilm.
Maar ik had natuurlijk een probleem. Er bestond geen programma, uiteraard. Er bestond geen enkele school voordien. En ik moest er zelf een programma opstellen. Hoe moest ik dat doen? Goed, ik mocht niet beginnen met gecompliceerde animatie, met gecompliceerde camerabewegingen. Ik moest dus met het begin zeer fundamenteel starten. En ikzelf ben dus... was dus een noodstudent van de afdeling toegepaste kunst of sierkunsten. En dat ik dus uiteraard zeer veel belangstelling hechtte aan de grafische kunsten. De tekenkunst, grafische kunst in het algemeen. En dat wou ik ook dus aan de studenten overbrengen. En een grote aandacht besteden aan het grafisch aspect. Niet alleen voor het betreft de karakters van de personages die ze gaan gebruiken, maar ook voor de decors, de achtergronden. En wij waren natuurlijk ook beïnvloed door de omringende afdelingen, schilderkunst, grafische kunst, toegepaste kunst en dergelijke. En dat speelde allemaal een rol, want wij hebben zelf professors gehad, dus docenten in onze afdeling, die doseerden in bijvoorbeeld bij de grafische kunsten. Steendruk, litho, etsen enzovoort. En die kwamen dus ook lesgeven in onze afdeling, omdat het ook dus deel uitmaakte van die vorming voor de decorateurs, animatiefilm of tekenfilm. En dit is het lokaal van het eerste studiejaar waar het accent wordt gelegd op de grafische vormgeving. Dus leren decors, personages te scheppen die bruikbaar zijn voor tekenfilm. En hier ziet u dat dus alle studenten dus geëquipeerd zijn met de meest vooruitstrevende computers. Ik heb het nooit meegemaakt, hè? Want ik ben dus op rust gegaan op het ogenblik dat de grote revoluties ontstaan. Ik kan alleen maar kijken, ik kan ze niet helpen, pas op, die studenten die kennen veel meer op dat gebied dan ikzelf. Ik ben een man van de 20e eeuw, ze zijn van de 21e eeuw. Goh, dat is niet stilletjes aan, dat was plots, dat is bijna van één jaar op het andere is dat veranderd. Door de plots aanwezigheid van digitale apparatuur en studenten. En dat zijn eigenlijk in 2 jaar was dat gedaan. Niemand wou nog op pellicule. Vroeger moest je absoluut storyboarden, alles plannen, tot in de kleinste details. Nu kun je veel meer openlaten, want je ziet onmiddellijk... Wat hij doet, is het mis? Nee. En dat is toch een heel ander werkproces. Het zijn ook veel studenten werken direct onder de camera, direct na een uur werken, kunnen al kijken. Ah, dat is enorm. Wij denken dat het nog altijd belangrijk is, wij vertrekken van tekenen. Ze moeten eerst leren tekenen en dat is een startpunt om ook leren kijken. Maar leren tekenen, dat is eigenlijk leren kijken. Dat is gewoon leren kijken en onmiddellijk een weerslag van wat je ziet. Want ik denk dat je kunstonderwijs eigenlijk kunt zien als een vorming van je zintuig. Het is leren kijken, leren luisteren, leren voelen. Dat is eigenlijk wat een student moet aanleren, denk ik. Okay, dus hier ben ik bezig met koffie aan het animeren op een lichtbak. Dus het is eigenlijk hetzelfde principe als zandanimatie, waar je dus elke keer die korrels verplaatst. En dan pak je elke keer een foto en zie je hoe dat eruit ziet. En dan animeert het. Ja, ik heb... Ik heb vroeger op Sint-Lucas gezeten in animatie, in secundair. Dus ik heb altijd eigenlijk kunst gedaan. En ik wou eigenlijk dan mijn tekeningen zien bewegen.
En zo ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. Ik wil vooral eigenlijk meer sterke psychologische boodschappen laten tonen aan de mensen. Ik wil niet zo plat verhaal laten zien, maar waarom, ja, dat weet ik niet. Het is gewoon... Het is niet enkel het beweging dat mij aantrekt. Ik zou zeggen dat het meer de boodschap is dat je dan in een film kunt zetten. Natuurlijk, als je het dan uitvoert, is die magie dan ook van je tekeningen te zien bewegen. Maar dat is niet de basis, dat is niet daarom dat ik eigenlijk naar hier gekomen ben. Het is gewoon het geheel. Ik heb in secundair in de kunst gezeten. Ik heb daarna iets totaal anders gedaan. En ik heb eigenlijk geconstateerd dat ik zo die atmosfeer in het kunstonderwijs echt wel miste. Eigenlijk, ja, het is minder anoniem. Hè. In een universiteit kunnen binnenwandelen. Je kunt daar buiten gaan en je hebt geen kat aangesproken of zo. En hier moet je eigenlijk echt met een groep zien samen te werken. En het is veel intiemer ook gewoon. En gewoon, ja... Je hebt zelf een input daar ook in. Als je naar een hogeschool gaat, je leert bijvoorbeeld, ik heb dan dierengeneeskunde geprobeerd. En dat is gewoon altijd leerstof absorberen. Je gaat naar die les, je absorbeert die leerstof, je gaat buiten en je blokt dat. En dat is het eigenlijk. Er is niks creatief aan of zo ermee. Ik miste die interactie wel eigenlijk. Wij onderwijzen ook in techniek. Wij onderwijzen ook geen 3D-animatie, omdat dat een techniek is. Wij onderwijzen ook geen olieverf, schilderen en animatie. Dat is, als ze dat willen, moeten ze dat doen, doen ze dat. En dan kunnen we dat ondersteunen. Maar feit, animatie, het is eigenlijk beeldmanipulatie geworden. Vroeger was dat beeld per beeld. Dat was, wat was animatiefilm? Alles wat beeld per beeld opgenomen werd. Maar nu kun je daar niet meer over spreken. Digitaal bestaat dat niet. Een beeld... Dat is alles wat eigenlijk manipuleren van tijd, is dat de nieuwe, als je maar alle langspeelfilms doen, dat is bijna geen enkele film die geen animatietechnieken gebruikt. Hè. Ik wou werken rond de massa mensen en... Een massa animeren is niet zo gemakkelijk, is veel werk. Ik ben eerst met mijn camera met mensen gaan filmen, massa's en mensen die mij daarin opvielen door een specifieke eigenschap, iets klein, heb ik langer gevolgd met de camera. En dan ben ik een verhaal beginnen zoeken aan de hand van die beelden. En uiteindelijk is het zo'n beetje een documentaire geworden met statistische gegevens over België. En ik ben nu een beetje aan het spelen met, als ik de massa in het geheel heb, dan is het voornamelijk zwart-wit beeld. En als ik op iemand de nadruk wil leggen, dan gebruik ik kleuren. Zo is het eigenlijk. Die beelden, die zeggen op zich niet zoveel. En nu dat ik dat kan bewerken, is het wel... Ja, ik let wel heel hard op grafiek eigenlijk in mijn werk. Ik zoek daar wel naar iets waarmee... Iets dat ook leuk is om naar te kijken. Ik wou ook wel film doen, maar ik had zoiets van... Ja, film, dat leek me zo moeilijk eigenlijk. Ik was daar precies nog niet klaar voor om daar iets mee te doen. En ik dacht van, illustratie, dat leek me meer toegankelijk om te volgen. En toen zag ik uiteindelijk een pijl animatiefilm. En dan was ik daar gaan kijken en kwam ik hieruit. En dat bleek zo de perfecte match te zijn, illustratie en film. Thank you.
Is de zaal vrij, mogen binnen of zijn ze bezig? Ik hoor daar helemaal bezig. Ze zijn bezig, ja. Ah. Ja. In dit lokaal bijvoorbeeld, hè, stond onze allereerste camera, die werd daarop gesteld. Op deze muur. Dus dat was, nu is dat een klankstudio geworden, maar dat was vroeger dus de opnametafel, camera, lokaal. Dag beste vriend. Dag. Hoe is het? Jij bent de filmploeg op. Ja. Dat zijn overblijfselen van de goede oude tijd, van de cellofaanprocedure, dat totaal verdwenen is, gezien dus de digitale technologie de overhand heeft genomen. En dat zijn voor- en zijn nadelen. Zijn voordelen was dat wij enorm veel originele werken hadden. Met een zekere waarde, als je wilt. Terwijl nu alles digitaal is, dan heb je dus niets dat je kunt in handen houden. Hè. Dat is het groot verschil natuurlijk. Maar zie, elk tekening op zichzelf, dat is telkens ofwel een 24ste ofwel een 12e van een seconde. Dat is een origineel tekening die je kunt inkaderen en voorstellen. Hè. Dat is allemaal verleden tijd. Dat is hier blijkbaar een animatie met wol en old school. Dat heeft niets te zien met de klassieke tekenfilm zoals we ze kennen en vaak kunnen zien op televisie. Dat heeft niets mee te maken. Het is dus een experiment, zoals vaak experimenten zijn gebeurd, vooral in de jaren 30, met allerlei technieken. Maar dat werd alleen maar gezien in filmclubs. In filmmusea, maar nooit of zeer zelden in bioscoopzalen. En dat was hier vroeger de donkere kamer, waar wij dus de proeffilm 16 mm zelf ontwikkelden in dit lokaaltje. Onze nadruk ligt nog altijd vrij sterk op grafiek. Hè. Dus nog meer dan op inhoud. Dan misschien een keer. Dan gaan we een beetje verder nu proberen de verbetering inbrengen. Maar eigenlijk grafisch. En dat is altijd sterk geweest, vinden wij zelf. Maar de film is meer dan alleen maar grafiek natuurlijk. Er wordt heel veel vrijheid gelaten. Hè. Dus mensen vinden zelf veel hun eigen weg. En dat neigt naar avonturisme natuurlijk, want als je een industriële standaard gaat gebruiken, dus zo moet dat en zo is het niks ziet en zo wordt dat gedaan, dat is de normen. En wij geven die wel, maar soms men gaat er nogal vrij mee om. Is dat dan amateurisme of kun je dat zeggen als creativiteit? Want er komen soms nieuwe dingen uit natuurlijk, die je niet gaat hebben als je heel professioneel bent. Maar hier is niet echt zo, het is geen drill hier. En dat heb je in sommige scholen wel. Dat zijn de 12 regels van de animatie. Dat is de zo moet dat is de norm. Zo moet dat doen, die manier. En dat is hier, dat wordt meegegeven, maar mensen zoeken hun weg zelf. Wat je wel krijgt natuurlijk als men in zo'n periode zit, op het einde van het jaar, dan is men zo lang ondergedompeld in die techniciteit en in het animeren, het bewegen, dat men dat eigenlijk bijna toch verliest. Het is me pas weer, als men het film van maakt en ze dan begint te monteren, pas dan ziet men weer een oorspronkelijk idee en dan blijkt het niet altijd te werken. Dat werkt niet. En dan moet er een noodoplossing gezocht worden, op korte tijd. Je gaat er zo diep in, hè. Het is echt tunnel vision, hè. Dat ene ding hier. Hè. Dan zijn ze soms heel lang bezig met iets dat je zegt, niemand gaat dat zien. Dat is, ik weet niet hoeveel werk en in feite, niemand ziet dat. En dan, dat is toch beter zo. Hè. Ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik wou met deze film. Hij pakt 2-3 maanden geleden of zo, was ik met mijn storyboard nog volledig in de knoop. Toen had ik een einde voor mijn film. En dat was af. Hè. Dat was een sequentie die klaar was. En ik heb alles wat ervoor kwam geschrapt en opnieuw geschreven voor naar het einde te kunnen toe. Dus ja, nu weet ik wel ongeveer, ook omdat ik al die stadia heb doorlopen, is de ingrediënten van de film zijn hetzelfde, maar de anatomie van de film is wel helemaal door elkaar gegooid. Maar nu weet ik wel waar ik naartoe wil met alles. Dus ja, dat is wel tof.
Maar denk dat nu is het leuker. Denk dat je kunt... je kunt opnieuw missen. En dan weg, zoals een tekening maakt, is mislukt, oké, weg. Vroeger kon je dat niet permitteren bijna, want het moest goed zijn, punt. Wat ik wel altijd heb geapprecieerd aan het kijken is dat er ook wel... dat je verschillende invalshoeken hebt. Ze proberen nooit hier één front te vormen van het lerarenkorps uit. En ja, bij de studenten is dat sowieso niet. Dus je hebt zo geen afgepakend idee van ja, zoiets moet het zijn of zoiets moet het zijn. Dat je altijd wel aanvoelt dat je zelf keuzes maakt op een bepaald moment. Ik weet niet hoe dat zit in andere school, maar dat apprecieer ik hier wel. We zijn ook nou, voortdurend in, allez, dat is een pedagogie, is ook in een voortdurende evolutie. Wij denken dat we nu misschien iets te schoos nog zijn met onze opdrachten, dat wij te veel bepalen van een student moet die oefening en dat en dat en dat doen. En dan is de kans groot dat die kunstenaar wordt, dus naar aanhalingstekens. Maar ik denk dat we meer en meer de keuze gaan laten dat bepaalde studenten misschien een bepaalde opdrachten helemaal niet moeten doen. Dat zij zelf wel al een zeker, maar ik wil dat doen of ik wil dat doen. Nou, mijn persoonlijke, ik heb er ook nog niet over gehad, is eigenlijk, ik vind professionalisme saai. Over het algemeen heeft dat voor mij een saai product. Dus het is goed gemaakt. Maar ik vind dat niet boeiend goed gemaakt. Maar dat zeg ik. Ik kan nu niet zeggen dat ik continu de studenten dat in hun nek duw, zoiets. Maar ik vind het gewoon, ja, ik heb liever iets dat ja, op een andere manier tot stand komt. En dikwijls is dat dan door toeval. En mensen die niet echt helemaal alle regels volgen en zo. Niet altijd omdat ze willen. Dat per se niet doen. Dat is gewoon, soms weten ze het inderdaad niet. Of nog geen ervaring. Maar het heeft nogal snel, vind ik, de neiging om te afgelikt of te juist te zijn. En ja, dan is het goed gemaakt. Ik vind dat eigenlijk een verwijt. Als iemand zegt van een film goed gemaakt, ik vind dat eigenlijk dan was slecht. Hoe dat zou moeten veranderen. Dus ik dacht dat jij misschien dat jij wel tips had hoe de ideeën van hoe je dat zou kunnen doen, dat wel werkt of zo. Ik vind van stop motion vind ik gewoon heel fijn dat je direct kan maken eigenlijk en met tekenen animatie. Ik heb ook wel tekenanimatie moeten doen, maar ik was altijd zo meer bezig met ja, na 5 frames was die arm 1,5 keer zo lang. En dan moest ik dat weer aanpassen. En het is de hele tijd teruggaan en frames aanpassen. Of sowieso eerst keyframes maken en dan weer dingen tussen. En je kan zo eindeloos blijven sleutelen of zo. Maar voor mij werkt dat niet. En uiteindelijk wordt er alleen maar slechter van. Ik vind de techniek heel fijn om te werken. En wat je kan doen met licht inderdaad, vind ik echt heel leuk. Maar ik vind vaak, het zijn altijd zo massieve objecten. Zo, je maakt iets van klei of je een armatuur en daar doe je weer stof omheen. En het wordt zo heel opgevuld. En ik vind wel weer tof van een tekening. Je zet een lijn in, je hebt al een horizon of je tekent een hoofd. Maar je kan eigenlijk alleen met lijnen werken en de rest gewoon open laten. En ik vond het wel leuk om dan te zoeken naar iets dat ik inderdaad een figuur kon maken waar je dan toch nog steeds wel gewoon doorheen kon kijken. Of dus zo ben ik daar opgekomen en dat lijf heb ik gewoon een beetje nagebouwd van een geraamte eigenlijk van een paard en dat hoofd dat heb ik dan wel eerst gekleid en dan heb je gewoon een massieve vorm en dan kan je al wel zien waar de belangrijkste lijnen zitten die je sowieso nodig hebt in draad om ervoor te zorgen dat het een paardenhoofd wordt. Ik heb nog de tegenkant toen ik student was op de academie in 1945, dat de cour de Saint, de ingang, bestond niet. Dat was een enorme ruimte onder glas. Dat was de tentoonstellingszaal van de academie. Dus alle jaren, de eindejaarswerken werden daar tentoongesteld. Dat was een mooie ruimte. Dus waar dat de cour nu is, ja. Wij gaan zeker nostalgie hebben van die tijd. Het is een fantastisch gebouw. En ik moet u zeggen, ik ben daar gekomen als student in 1945.
En ik heb dat de schoonste jaren van mijn leven gekend. Toen ik daar, want ik was een zeer slecht leerling in de middelbare scholen, dat had ik nu al mensen voor, een zeer slecht leerling. Toen ik daar ben gekomen, ben na enkele dagen gezegd, dat is de plaats waar ik hoor. Ik ben hier gelukkig en ik ben daar zeer gelukkig geweest, als student en als docent. Als je ziet, Raoul, hij was de bakkermat, hij was de stichter. Hij was ook degene die de namen gegeven heeft aan deze opleiding. Er was ook de internationalisering. Hij was ook ambassadeur, kunstambassadeur, of cultureel ambassadeur, ik zal het zo noemen. Dus dat was zeer belangrijk voor deze opleiding en de jaren dat hij hier les gaf. De school was ook een van de eerste scholen in Europa. Dus natuurlijk, nu zijn het zoals paddenstoelen overal. Iedereen wil nu animatiefilm doen, 3D, 2D. Maar wij blijven het toch in die richting, zoals Raoul altijd gezegd heeft, het auteurswerk primeert. Dus hetgeen auteurswerk, dat kunnen we nu al veel breder gaan uitleggen. Invloeden van buitenuit, dat is ook gegroeid in die 3 decennia of 4 decennia dat de school bestaat. Belangrijk is ook met onze opleiding, we noemen het een opleiding, is de synergie met andere richtingen. Dus dan nu het drama, het multimediale, het beeldende kunsten. Hier in de academie was het, waren we een beetje op ons eigen eilandje, dat ook goed was. Maar we waren een beetje vergeten dat er ook nog andere opleidingen zijn waar je mee kon samenwerken. En dat was een beetje zoek. En ik denk, nu is het wel heel duidelijk. De laatste decennia, iedereen is met audiovisueel bezig. Het is zeer enorm hectisch geworden. Dus iedereen met minste middelen kan film maken of kan film integreren in zijn projecten. Het moet een beetje bewaakt worden ook. Ik denk dat het een verschijnsel is die misschien nog een aantal jaren gaat gebeuren, maar ik denk dat we weer naar de essentie gaan, zoals schilderen weer naar de schilderkunst gaat. Dan gaan misschien animatiefilm een stukje, ja, een stukje hebben van de multimediale, of zal in die richting groeien. Maar essentie zal er altijd nog blijven, of het animeren en het filmmaken, dat er daar toch normen zijn die moeten kunnen gehanteerd worden. En dat blijkt dan ook wel met de meeste mensen die dus bij ons afstuderen, dat ze daar rekening toch mee houden. En ik hoop dat het zo kan continueren. Het doet een beetje raar dat als je weet dat gaat verdwijnen, hè, dat die lokalen die een ziel hebben, hè, dat gaat waarschijnlijk verkocht worden. God weet voor welke bedoelingen dat het zal verkocht worden. Maar goed, je moet toegeven dat bepaalde lokalen hier niet in zeer goede staat zijn. Hè. Het regent soms door. Het is al een tientallen jaar niet meer geschilderd enzovoort. Maar goed. De sfeer was er en
Het is een gebouw die zoveel grote kunstenaars heeft voortgebracht. Hè. Vele grote kunstenaars. Ja, bon. That's it. Ik heb nog destijds, toen ik hier docent was, op de zolder een oude projector gevonden, waarschijnlijk van voor 1900. En die heb ik natuurlijk beneden gebracht bij de afdeling. Ik vond dat natuurlijk een prachtig toestel, hè? Maar die is blijkbaar verdwenen, spijtig genoeg. Mijn vader was een amateur-cineast, hij filmde zelf. En hij had een hele mooie collectie, 9,5 mm, Patty Baby. En hij ook Felix de Kat, de oude Felix de Kat uit de jaren 20, zwart-wit. En ik wachtte steeds met veel ongeduld totdat ik Felix de Kat kon zien, omdat ik toen al veel tekende. Maar voor mij was dat echt magie van te zien dat een tekening tot leven kon komen. Dat dat kon bewegen. En dat heeft mij zo gefascineerd. Ik weet nog goed dat ik in de kast van mijn vader ging kijken. En ik weet nog goed dat ik de kastdeur opendeed. De geur van de aceton. Hè? Ja. En ik haalde de Felix de Kat eruit. En ik probeerde dus te begrijpen hoe dat het functioneerde. Ik zag natuurlijk al die honderden, die duizenden beeldjes. Maar dat vertelde mij nog niet hoe dat het gemaakt werd. En dat mysterie, als mijn vader dat in zijn toestel stopte en hij draaide aan de manivel, hè, dat begon plotseling te leven. Dat was voor mij magie, dat was tovenaarskunst. Hè. En dat is de oorzaak geweest. Van toen al wou ik dat worden. Maar goed, dat is misschien een uitzondering. Er zijn er anderen die dat, die misschien beïnvloed zijn geweest door de Walt Disney films te bekijken, dat weet ik allemaal. Hè. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om gefascineerd te worden door het vak.